welkom op het Live Alive Festival 2013. We gaan nu kijken naar een samenvatting van de avond die op 29 april in het centrum van Den Haag heeft plaatsgevonden. We gaan onder andere kijken naar interviews van artiesten, optredens van artiesten en interviews met de organisatie. Kortom, een heleboel muziek. Dus ik zou zeggen, kijk, luister en geniet. Ik sta hier nu op het Spuiplein te wachten op een van de lekkerste, gekste bands van Den Haag, de Kraaien. En ze komen net dampend en zweten op het podium. Ja, ja, ja. Jongens, jullie zijn het hele land door geweest. Hoe is het om weer in Den Haag te staan? Ja, zwaar relaxed, man. Je zit fucking uren in de auto en dit is gewoon een trammetje. En straks weer een trammetje naar het huis. En dat is gewoon voor mij master. En die mensen kennen je verstaan ook nog, ja toch? Dus ja, helemaal goud. Ja, wat kun je ervan zeggen? Goed. Komen wat komen gaat en gaat wat komen komt. We hebben hem niet besteld, maar de zon die was er. Dat is natuurlijk ook master. Ja, dus dat was onze primeur. Zonneschijn, zonneschijn. Laat die fijn zijn met de kraaien op het Spuiplein. En nou wegwezen. Schiet je op! Ze bestaan pas een jaar, maar nu al staan ze op het Live Alive Festival. Piñata. Don't think about your 9 to 5. You're feeling alright, you ain't leaving at night until the morning.
forget about yesterday. There's no rest to this, just stay. Be with us, enjoy the music. Sing along to the song and just use it. I feel that you got me out of love. I wasted all my time just to see you. Music on my mind, yeah, even me be out. Can't stop singing, you got. Ik sta hier op dit moment in Theater aan het Spui en naast mij staat meneer de burgemeester, Josias van Aartsen. Meneer, wat vindt u ervan dat er zo'n ontzettend groot gratis festival is in Den Haag? Ja, dat is toch geweldig. Nou ja, we doen dit al, ik weet niet hoe lang, Koninginnennacht, daar herinner ik me de eerste edities ook van. Het is nou Live I Live, maar het is iets fantastisch natuurlijk. Ja. Net als Parkpop. Ja, dat is toch geweldig. En bent u trots op de stad? Ik ben altijd heel trots op de stad. Het is mijn stad. Ja, natuurlijk. En Live I Live? Ja, dat is gewoon geweldig. Ik heb net al gezegd, volgend jaar 26 april, hè, dan gaan we weer los. Ja. En een persoonlijke vraag. Wat luistert u zelf eigenlijk graag voor muziek? Oh jee, nou ik eigenlijk alles. Ik probeer zoveel mogelijk te volgen, maar ik ben een enorme fan van The Boss. Oké. Okay. Ja, dat vind ik iets geweldigs. Veel jazz ook. Ja, ik heb een beetje, ik kan niet zeggen, er is iets wat er echt uitspringt. En ik kan me herinneren dat bij uw inwijding bent u ook toegejamd door Jam de la Crème. Ja, Jam de la Crème. Ja, dat was erg leuk, maar gaat u het redden ook om vanavond erbij te zijn? Dat weet ik nog niet of dat lukt, want ze zijn geloof ik hier om 10 uur. Dat zal ik wel zien, want ik ga ook nog even de stad in. De Schooltuiner is een project voor jonge, talentvolle bands uit Den Haag. Die mogen meedoen aan het Live I Live Festival. En die spelen dan hier in deze container. En die doen mee aan een soort traject van tevoren met allerlei workshops. Waarbij ze leren over podiumtechniek. Waarbij ze leren over hoe je op het podium moet staan. En natuurlijk over wat voor soort liedjes ze schrijven en hoe je dat doet. Live I Live heeft natuurlijk wel geld nodig om zulke acts te kunnen boeken. En daarvoor is een van de grootste sponsors de Rabobank. En ik sta hier nu met Ellen. Ellen, waarom zijn jullie partner geworden van het Live I Live Festival? Wat trekt jullie erin? Ja, dat is een goede vraag. Dan. Mensen vragen zich heel vaak af waarom een bank inderdaad hoofdsponsor wordt van zo'n mooi evenement als dit. Ja, er heeft eigenlijk een paar zaken liggen aan de grondslag. Enerzijds, onze visie is heel erg Den Haag en de samen stad een stukje sterker en een stukje mooier maken. En daarbij willen we ook nog upcoming talent zeg maar, heel stimuleren, een platform bieden om te zorgen dat zij zich kunnen laten bewijzen. En dat kan in dit festival, waar een samenwerking is voor allerlei Haagse lokale partijen. Ja, en daarom vinden wij dit ontzettend mooi initiatief om te steunen. Backstage op de plaats en ik sta hier naast de drummer en zanger van Mr. Mississippi, Samgar. Samgar, wat vond je van de show? Ik vond de energie van het publiek vond ik ontzettend gaaf. En dat heeft ons wel heel erg gestimuleerd om nog meer te geven. En dat was ontzettend een hele goede vibe was dat. Dus was een goede show. Absoluut goede show. Time.
Den Haag en een van die acts is Ed Struilaar. Gaan we kijken naar Haagse Trots, hoewel deze band in de rest van Nederland ook al behoorlijk bekend aan het worden is. Soul Sister Dance Revolution. Superleuk tot nu toe. Heel ongedwongen sfeer. Iedereen is echt helemaal zichzelf. Top.
En wat vinden jullie van de bands die op dit podium staan te spelen? Ja. Oh. Ja, verrassend goed. Kende niet. Wij dachten een beetje... Fat Drop. Dus maar klinkt echt top. En wat vinden jullie tot nu toe van de sfeer hier op het festival? Ja, het oogt gezellig, gezellig. Ja, we zijn er net, maar het kan nog alle kanten op. Ja. En ben jij dan voornamelijk voor de muziek gekomen? Ja, absoluut. Ja, ik kwam dus hier vooral naar Noordeinde voor Ruben Heijn. En Jungle by Night. En ja, volgens mij, ja, ik heb het wel naar mijn zin in ieder geval. Vanavond, maar we hebben nu nog één act waar we naar gaan kijken, Jam de la Crème. Derde jaar op rij op Live I Live. En ik denk dat ik nog even ga kijken. Jullie bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Ja, en ik wil jullie allemaal namens iedereen hier van Jam de la Crème welkom heten bij Jam de la Crème TV. En ik heb twee hele bijzondere gasten aan mijn tafel. Anne Soldaat en Danny van Mr. Mississippi. Bubbling up inside like it's champagne. I'm starting my campaign. I got one hand to blame. No one for that, not even my birth mother who gave me that. No, 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 no. Dit was Live I Live. Tot volgend jaar.